Deze beschouwing die gaat over het gelijk van Marcel Messing. Ik hou deze beschouwing naar aanleiding van een vraag die mij gesteld werd door een, ja, een fan of zo. Of een vriendin. Een Facebook-vriendin is ze. Als je een Facebook-vriend bent van mij, dan weet je waarschijnlijk wel waar ik het over heb, maar ik ga haar naam niet noemen. Dat vind ik dit niet zo aardig. Maar zij heeft mij gevraagd om uh, mijn mening over Marcel Messing. En zij heeft van hem iets van vijf boeken in bezit. En één boek daarvan. Uh, de heet iets van: Een zaaier ging uit, of gaat uit. En dat, 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 daarvan zegt ze dat ze dat drie keer heeft gelezen. En dat vond ze heel erg mooi. Dat is nou. En de rest vond ze zweverig. Nou, haar vraag aan mij was: wat vind jij nou eigenlijk van die gabber? Dat is Hebreeuws, by the way. Gabber. Weet je dat ook weer? <laughs> dat is uh, Gimmel, Bet, Resh. Gimmel is de derde letter van het Hebreeuws. <laughs> Bet is de tweede. En Resh is de. Nou, dat weet ik even niet. Het is helemaal ver in het Hebreeuws. Alef, Bet. Gabber, wat vind jij van die gabber? Dat betekent man. Wat vind jij van die man? En toen dacht ik: Goh, wat een goede vraag. Want ik heb voor het eerst kennis genomen van zijn woord. ergens in 2006, 2007. Toen heb ik een aantal lezingen van hem beluisterd op internet. En hij zit dan in die hoek. Van, uh, van die 9-11-mensen. die dan de schuld geven aan de internationale bankiers. en de geheime genootschappen. en de globalisten in het algemeen. En kortom, een groep die je dus niet kan duiden. Dus aangezien ik op zoek was naar de daders. en die beschrijving waar Marcel Messing dan mee komt. Uh, zo vaag vindt, dat ik dacht van ja, jij weet het ook niet. Ik, ik pak even mijn thee erbij hoor. Dit gaat een uurtje duren voordat ik goed eraan toekom. Want ik heb dit aardig voorbereid, dit praatje. En met een kopje thee, dat praat wat lekkerder. Oh ja, nu ik toch even pauze heb voor de thee in Schenkerij. Uh, mijn kanaal op YouTube is opgefrist. Ik heb, er zat heel veel historisch materiaal inmiddels op. Um, er zitten hele leuke, hilarische uitzendingen bij met humor. Die, die zijn wel grappig. <laughs> en ook hele serieuze natuurlijk. Als je een keertje niks te doen hebt... Is, uh, ik, ik heb het ook opgeschoond in die zin dat uitzendingen... die ik dan achteraf dacht van ja... Yeah, ja, yeah, die heb ik weggegooid. Dat is best nog een hoop werk trouwens. Als je één keer dan besluit dat je alles met blablabla bla, 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 die gaat eruit. Uh, ja, want ik doe bijna elke dag een upload. En dan moet je toch soms wel 10, 20, 30 dingen weggooien. Nou, dat heb je niet zomaar voor elkaar hoor. Want je wil ook niet het verkeerde weggooien natuurlijk. Dus het is uh, opgeruimd. Ik, ik hou echt opruiming erin. En wat er overblijft, wat er dus staat, dat staat wel goed. En nu als je binnenkomt op mijn kanaal, dan heb je gelijk al een serie die ik eruit gelicht heb, dus de recente uploads staan er, maar ook de best bekeken staan er. Ik heb de serie Bijbellezen met Jurk en anderen. Die heb ik ook naar voren gehaald, zodat je daar makkelijk bij kan. Die zijn wel erg leuk. Bijbellezen met Jurk is dan Genesis. En met Jurk heb ik ook Matthäus en dan hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 gedaan. Die is, is ook wel tof. Die komt binnenkort wel op de voorpagina van mijn kanaal. Nou, dit is trouwens reclame dan even, dit terzijde. Ja, terug naar Marcel Messing. Als zij vroegen dus aan mij, wat vind jij dan van die gabber, Van die man dus. Maar toen dacht ik van ja, ik heb hem eigenlijk niet meer. Toen ik dus tot de ontdekking kwam van ja, jij weet het dus ook niet. En heb je die man Alex Jones, die is schreeuwlelijk uit uh, Austin, Texas, en die weet het ook niet. Die loopt ook wat door. De, de international banksters en de secret societies en de globalists. En die hebben 9-11 gedaan. Denk ik denk ja. Nou, ik ben er inmiddels achter. dat. Ik heb er geen bewijzen van. En ik zeg je dat ik op mijn water, op mijn intuïtie, dat ik zeg dat 9-11 het zoveelste akkefietje was van meneer de paus en zijn vriendjes, zijn jezuïetenbroeders. Het zoveelste. Als je van al die andere dingen, zoals de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de oorlog in Vietnam. Als je daarvan weet, en dat weten we... daar hebben we de bewijzen voor... dat de paus daar tot over zijn oren bij betrokken was. Ja, waarom zou de paus daar niks te maken hebben gehad... met de oorlog tegen het terrorisme? Ja, dat snap je, dat... Ja... <laughs> we hebben dus geen bewijzen, die zijn er niet. Er zijn verdachtmakingen. Maar dat wil niet zeggen dat we niks hebben... Want die verdachtmakingen, die zijn er namelijk. Punt. Nou, en... Toen ik vandaag dan... Want ik ben naar aanleiding van die vraag is even gaan kijken op internet. van Kan ik nog een lezing vinden van, uh, van Marcel Messingen? Die zijn er voldoende. En ik vond een hele aardige. En die heet de... Cyborg toekomst van de mensheid. Heel een lelijk woord, een cyborg toestand, toekomst. Cy, wat is, ja, toekomst, dat is een mooi Nederlands woord, maar uh, cyborg, wat is dat? Is dat Nederlands? Ik denk dat ze... Ja, wat is een cyborg? Het gaat in ieder geval over transhumanisme. Dat is een soort... Samengang, ik zeg even een soort, want ik kan me echt, ik kan er me niks bij voorstellen. Uh, een soort samengang tussen het menselijke bewustzijn en een, een chip: een computerchip. En ik weet wat een computerchip is. Ik heb in mijn dagen bij de Landbouwhogeschool, heb ik het vak... Hoe heet dat ook alweer? Wat een hele grappige naam. En het was uh, basiscomputerdingenskunde. Uh, dus, nou, logische schakelingen of zo. Dat was een heel leuk vak in elk geval. Het, was, het, was maar, het duurde maar een week. En je kreeg s'morgens college. En s'middags kreeg je een soldeerbout. Zo, dat was leuk, man. Dat was, het duurde maar vijf dagen. En aan het einde van die week. had je ook gelijk je studiepunten binnen. En dan heb je tevens. Uh, ja, je moest namelijk smiddags maken. wat je s'morgens geleerd had. En wij maakten dus onze eigen schakelingen. Digi digitale elektronica, zo heette het. Dus ik heb een reactiemeter gemaakt. Reactiesnelheidsmeter. Dus je, je, je drukt op een knopje en dan at random, poef, ging er een lampje branden, een letje branden. En als je dat letje zag branden, moest je op een ander knopje drukken. En dan werd de tijd gemeten tussen dat het letje ging branden en dat jij reageerde. Een reactiesnelheidsmeter. <laughs> ja, die heb ik in elkaar gestoldeerd. Uh, daar ben je wel even bezig hoor. Alleen transistoren. En met een transistor maak je een, uh, wat was het, een NAND-schakeling. En met een NAND-schakeling maak je een flip-flop. Een... Ja, zo werkt het. Dat. Heel handig. Dus ik weet hoe chips werken. En Zo'n zo transistor, waar wij mee werkten, dat zijn dingetjes die kon je... Ja, die moest je, ja heel klein waren ze wel. En vroeger maakten ze van die digitale schakelingen en dan maakten ze gebruik van analoge buizen. Dat waren digitale schakelingen met analoge buizen, van die radiobuizen. De, de Zebra, de zeer eenvoudige binaire rekenautomaat, was een Nederlandse uitvinding, een Nederlands product... Daar werkte met buizen. Ja, die zijn dan vrij groot. En die transistors waar wij mee werkten. Ja, er gaan dingetjes van 2 bij 2 mm een nou, iets groter misschien. Ja. Er zit ook een beetje een hulsteltje om, omheen, drie pootjes natuurlijk. Nou, ik weet niet of je een transistor kent, maar een transistor heeft drie pootjes. Een transistor is niets meer dan een schakelaar die je bedient met een stroompje. Dus als je, je hebt dus, uh, van A en B. Een, de, de poort tussen A en B, die staat open of die staat dicht. Vandaar het digitale. En of die open of dicht staat, wordt bepaald door een derde pootje. En als daar een spanning op staat, dan gaat die, dat poortje open. En als je die spanning eraf haalt, dan gaat die dicht. Of het is net andersom. Dus je hebt een PNP en een NPN transistor. Ja, look it up. Nou, en als je dat hebt, dus is het een schakelaar. Normaal gesproken bedien je een schakelaar in je woning met je vingers. Hè? Met je spierkracht. Dus ik kan aan of uit. En dit kan je dus doen met een stroompje. Dus met een stroompje kan je dus een schakelaar bedienen. En, nou, dan kan je een flip-flop mee bouwen. En een flip-flop is een schakelaar dat je daar één keer een pulsje naartoe stuurt. Doe je alleen maar één keer. Vindt, ploep, en dan plopt die naar links. En als je nog een keer plop doet, dan plopt die naar rechts. Dat is een flip-flop heet dat. En dat noem je dan geheugen. Je doet één keer een pulsje en dan slaat hij naar één. En dat blijft dan één. Alsmaar. Dus als iemand een jaar later langskomt en hij ziet dat die flipflop op één staat. dan zegt hij: hé, hey, iemand heeft een pulsje gedaan. Ja, want dat gaat nooit meer terug. Ja, Tenzij je de stroom eraf haalt. Maar als je de stroom erop laat staan. die flipflop die schiet naar links en die blijft daarop staan. Dat noem je geheugen. Om maar even te zeggen. Ja, dat is geen geheugen. Maar dat noem je zo. Huh? Computergeheugen noem je dat. Dat is geen geheugen. Ja, maar. Om je even te, uit die droom te helpen van het transhumanisme en die angst die daarbij hoort. En daar had Mels en Messingen dan over: hè. de cyborg, toekomst van de mensheid. We moeten allemaal bang worden, want computers zouden niet in staat zijn tot mededogen en liefde. En die zouden nooit 1 Corinthiërs hoofdstuk 13, vers 1 en 2 kunnen begrijpen. Dan denk ik van ja daar kan je wel druk over maken dat computers dat niet begrijpen maar ga jij maar eens vragen aan Mark Rutte of die dat operaat begrijpt Mark Rutte die een beetje zit al lachen terwijl het Nederlandse volk helemaal nou ja is verschrikkelijk ja. of bijvoorbeeld de paus tijdens de Tweede Wereldoorlog hij heeft de paus opdracht gegeven om in Kroatië, waar niemand het in de gaten zou hebben. om daar even de Servis-Orthodoxe christenen te choppen. en de Joodse mensen daar. En dan niet heelal slachten. Hè? Niet uh, standrecht, gewoon een kogel door de kop of zo. Nee. Nee, natuurlijk niet. Op de meest smerige manieren. Werden mensen doodgemarteld, levend begraven en dat soort dingen. Er is een documentaire op internet. Jurk Liesman heeft die gevonden. Die heeft hem geüpload op zijn kanaal. Ik heb die documentaire niet af kunnen kijken. Ik heb het ook tegen Jurk gezegd. Nou, ik vind het super tof dat ik het gedaan heb. Maar na tien minuten kon ik het niet volhouden. Waarop Jurk heel eerlijk... Vond ik wou te waarderen aan Jurk dat hij zei... Nou, ik moet je eerlijk vertellen. Ik ook niet. Dat is zo verschrikkelijk wat de katholieke kerk daar heeft uitgevroten. Zo ongelooflijk. En ze hebben geprobeerd om een... Ja, via het internationale gerechtshof om iets van, ja, hoe moet je dat nou noemen? Ja, Iemand heeft iets verschrikkelijks uitgefroten. En ja, dan ga je iemand daarmee confronteren. En wat wil je dan? Ja, je wil punt één excuses. Je wil berouw. Je wil een belofte dat ik het nooit meer ga doen. En je wil geld. Want ze hebben niet alleen al die Servis-Orthodoxe christenen. en al die Joodse mensen op een verschrikkelijke manier vermoord, ze hebben ook al hun bezittingen ingepikt. Nou, we willen minimaal de waarde die ingepikt is. met een factor erbovenop. Lijkt mij. En dat geld dan geven aan die families. van, de, van degene die vermoord zijn. Want de, natuurlijk is er ergens een achterneef in leven gebleven. Nou, die krijgt dan dat geld, lijkt mij. En dan heb je het over enorme bedragen. Maar de katholieke kerk, die ongelooflijk meedogenloze uh, nietsnutten. Dat is de allermachtigste, alleroudste en allerrijkste organisatie ter wereld. Ja, die kunnen we wel een dubbeltje missen, dacht ik. Denk je dat er ooit een reparatiebetaling is gedaan? Nee, natuurlijk niet. Kijk, Marcel Messing mag daarover gaan beginnen als hij het heeft over gebrek aan medelijden en het gebrek aan liefde. Nou, hij gaat zich liever druk maken over het gebrek aan medelijden en liefde van de cyborgmens. Cyborgmens. Het is helemaal geen Nederlands, by the way. Nee, misschien heb ik dan de verkeerde lezing van Marcel Messing gevonden. Maar die lezing die ik dan gevonden heb vandaag, ik heb er anderhalf uur naar geluisterd en toen ben ik ermee gestopt. Want ik hou niet van die bangmakerij, waarbij je mensen bang maakt voor iets wat er helemaal niet kan gebeuren. Kijk, ja. nou, een flip-flop, dat je daar een puls naartoe stuurt en dan schiet die schakelaar naar links. En dan blijft die alsmaar naar links staan. Net zolang dat je er weer een puls naartoe stuurt en dan schiet hij naar rechts en dan blijft hij dan even staan. Net zolang dat je er weer een. Ja, snap je is een flip-flop? En dat noem je dan computergeheugen. Maar dat is geen geheugen. Je spreekt toch ook niet van papiergeheugen? Nee, je hebt toch ook van die uh, kindertekendingetjes? Dat, is een, uh, dat werkt met een stukje plastic en het zit over iets met een uh, zwarte kleur. En dan ga je er met een, uh, een hard voorwerp overheen en dan kan je er een tekening in maken. Die blijft er alsmaar staan. Net zolang dat je zo'n schuifje heen en weer doet. Zof, zof. En dan is het helemaal weer uh, blanco geworden. En dan kan je opnieuw gaan tekenen. Dat noem je toch ook niet papiergeheugen? Wat is dat nou? Dat is geen geheugen. Punt. Dus dan kan je zeggen van well, ja, dat ga je dat verbinden met het menselijk intellect. En dan krijgen we kunstmatige intelligentie. En dan die, die lezing die Marcel Messing hield, die werd voorafgegaan door een praatje van een andere man. Die dan zei van well, ja, Marcel Messing die is er heel erg bang voor. Maar niet alleen Marcel Messing hoor, ook uh, Stephen Hawking en uh, Bill Gates en Elon Musk. Nou, Stephen Hawking, die man, die is niet goed bij zijn hoofd. Nou, hij was niet goed bij zijn hoofd. Hij had een ernstige ziekte, ALS, maar daar heb ik het niet over. Maar die man, die heeft zijn levenswerk gebaseerd op zijn theorie... dat als je maar genoeg niets hebt... En dat er maar helemaal geen enkele aanleiding is. En dan gaat dat niets zonder dat er één aanleiding is exploderen. Dan krijg je iets. Nou, als je zoiets denkt. en daar je levenswerk op gaat baseren. dan ben je naar mijn mening. Uh, ja, niet fris in je denken. Dan is er iets misgegaan met jouw denken. Of je bent met opzet een charlatan die de boel voor de gek houdt, om daar zelf beter van te worden. Huh? Punt. En als jij zegt dat uh, niets zonder enige aanleiding wel degelijk kan exploderen en zo dan het iets kan veroorzaken, dan ben je naar mijn mening net zo gek als Stephen Hawking. Of wou je dat soms gaan onderbouwen met een experiment? Dat jij bij je thuis heb jij een doosje met echt helemaal niets erin. En zonder dat je er niets mee doet, gaat dat binnenkort exploderen. En dan krijg je iets. En dan ga je naar mij een stukje van het iets wat geëxplodeerd was toesturen over de post. En dan zeg je: Hier Perry, hier is het bewijs. Ik had niets in huis. Ik heb er niets mee gedaan met dat niets. En hier heb je iets. Helemaal ontstaan uit niets. Met de groeten van de neef van Stephen Hawking. Dan ben je gek, jongen. Serieus, het moet afgelopen zijn met de, de verering van. Idioten. Stephen Hawking, ik vind het hartstikke zielig dat hij ALS had... en dat hij in een rolstoel zat. En dat is allemaal heel vervelend. En zijn vrouw vond hem ook een hele vervelende man. En ze is dan die reden van hem gescheiden. Dat is allemaal heel vervelend voor Stephen Hawking. Maar dat betekent nog niet dat je dan, omdat die man zo zielig is, dat je hem dan maar moet geloven op onzinverhalen. Over exploderend niets. Dat, dat moet je niet doen. Door mijn dochter weet ik nog dat die op een nacht wilde ze niet slapen. En die had een verhaal over dat er ergens in de woning beneden een krokodil zat. En die verborg zich altijd als papa naar beneden kwam. Maar als papa weer naar boven ging, dan kwam die krokodil tevoorschijn. En. Ja. Nou, daar heb ik dus tegen mijn dochter gezegd: Nou, ik ga naar boven. En als die krokodil dan komt, dan moet je me toch roepen. En dan gaan we die krokodil vangen. En die gaan we verkopen. Dat doe ik nou allemaal wel. En jij krijgt de helft van de opbrengst, je? Yeah? En morgenochtend zijn we rijk. En nu maar hopen dat die krokodil komt. Afgelopen met die onzin. Ja. Gewoon een meisje wilde niet slapen en een beetje moeilijk doen over een krokodil die er helemaal niet is. Dus ik heb een beetje boos gedaan. Nee, ook, nee ik heb uiteindelijk positief gedaan. Ik zei oké, okay, maar dan gaan we geld verdienen. Want we denken dat een krokodil oplevert op de markt. Door een beetje krokodil, dus dat is al gauw 100 gulden. Of euro, hoe oud was het toen? Mijn dochter is geboren in de gulden tijd, maar toen werd het de eurotijd. Dus het was euro's of gulden, dat weet ik niet meer. En haar nog even voorgespiegeld wat je wel niet kan kopen van de opbrengst van een krokodil. Kijk, dan gaan we ergens over praten. Dat, dat verdient mijn dochter dan toch ook. Zij komt met een onzinverhaal over een krokodil. Ik gooi er gewoon onzin over terug. En nu doet papa het licht uit en we gaan lekker slapen. Ik heb er ook helemaal niet meer gehoord. Het was ook gelijk voorbij. Huppakee, onzin bestrijden met onzin. Nou, Stephen Hawking komt met onzin. Als je het heeft over exploderend niets. Want je moet helemaal niet denken dat niets kan exploderen. Dat is onzin. Ga gaat toch, gaat toch weg. Ja, en dan gaat uh, Stephen Hawking ook nog bang zijn over transhumanisme. Ja, oh. Nou, Die tweede man die er bang voor was, dat was een Bill Gates. Bill Gates kan helemaal niet programmeren. En Bill Gates was destijds van mening dat een werkgeheugen voor een computer voor de consumentenmarkt zou niet hoger hoeven zijn dan 0,6 megabyte. En megabyte, even voor jouw informatie, is 1000ste gigabyte. En een gemiddelde laptop, desktopmachine tegenwoordig is 8 gigabyte. Ja. Dus Bill Gates zat er maar een factor 8000 naast. Slechts een factor 8000. Ja, moet je je voorstellen dat je op vakantie gaat? En dat dan Bill Gates uh, vakantie gaat naar, uh, met z'n drieën, vieren naar Nepal. Die vakantie die kost dus 8000 euro. En dat Bill Gates dan van tevoren zegt: van, Nou, dan moet je gaan sparen hoor. Voordat je op vakantie kan met z'n vieren naar Nepal. Dat je aan Bill Gates vraagt: Nou, hoeveel moeten we dan sparen? Dat Bill Gates zegt: Nou, 1 euro. Dat jij zegt: Oh, maar die heb ik al gespaard. Nou, ze Bill Gates: Mooi zo, dan kan jij op vakantie. Ja. En dan is de vakantietijd. Dan kom je met je euro bij het reisbureau zeggen: Nou, we willen met z'n vieren naar uh, Nepal all in. En dat dan iemand zegt: oh, heeft me 1 euro. Ja dan zit je er een factor 8000 naast. Huh. Uh, en Bill Gates, een computerspecialist. Ga naar huis fietsen op je blote knieën. Bill Gates kan niet eens programmeren. Ga door de weg. En Bill Gates is bang voor transhumanisme. Ja. Bill Gates heeft toch nog nooit een college en practicum digitale elektronica gedaan? He? Nee. Nee, Bill Gates was een rijke luisjongen. Hij heet ook William B. Gates III. Dat is een jongen met een pa met poen. En samen met zijn pa en al die vriendjes van zijn rekenmaat, zijn pa die zat bij de Lions Club of een andere Freemason-achtige club. En ze hebben IBM getild voor ik weet niet hoeveel miljard. Daar is Microsoft stinkend rijk van geworden. Meer niet. Niet van fantastische software. Dat, dat disk operating system wat Bill Gates heeft gekocht van een klasgenootje. Dat was bagger. Dat was een gepruts van een 17-jarig jongetje. En dat was het dus niet Bill Gates. Bill Gates heeft het alleen maar gekocht. En Bill Gates is dan bang voor het transhumanisme. Auw. Oh, nee, nou word ik bang. En dan die derde was Elon Musk. Dat is die man die dan denkt dat auto's, daar moeten hele grote batterijen in. En dan worden we allemaal gelukkig. Want dat scheelt dan, uh, dat is dan goed voor de natuur. Batterijen in auto's. Ga er weg. je dat ik je auto's kan laten rijden op hout. Kijk, dan gaan we praten. Dat is serieus waar. Gewoon op hout kan je een auto laten rijden. Ja, maar dan krijg je CO2 van en dan gaan we allemaal dood. Oh, hou, hou op, alsjeblieft. Hou op over CO2. Nee, van CO2 ga je niet dood. Want ieder bos, iedere boom gaat uiteindelijk omgezet worden in CO2. Snap je? Ja, elke boom. Ja, dat is een verzameling koolwaterstoffen. En het is een kwestie van tijd. En dan verandert die boom in CO2. Wedde. De, de enige vraag die je hebt is hoe lang het gaat duren. En als je dat proces versnelt, dan is die boom eerder omgezet in CO2. En ook is het zo dat die CO2 die wordt weer eerder omgezet in koolwaterstoffen. That's it. Dus het tempo waarmee het bos zich vernieuwt, ja, dat is afhankelijk van de mate waarin je de, de zaag erin zet. Als jij geen bomen omzaagt in een bos, ja, dan groeien er ook geen nieuwe boomtjes. Als je dat wel doet, dan groeien er wel nieuwe boomtjes. <laughs> ja, kom op, doe een beetje grow up, man. Maar wat Elon Musk doet, en zegt dat nou, het probleem is opgelost door alle auto's vol te pompen met batterijen. Ja, dat heeft desastreuze gevolgen voor het milieu natuurlijk. Want die batterijen, die, die worden niet gemaakt van kaas. Of stenen of zo. Het is niet zo dat je van bakstenen een batterij maakt. Nee, er moeten bepaalde metalen moeten erin. En dan bakken chemicaliën moeten erbij verbruikt worden. Ja, accu's en dergelijke. Oh jongen. En er wordt een vol gepland met stroom. Ja, en hoe wekken ze die stroom op? Door Vattenval, de opvolger van Nuon, die doet 80% van de stroom hier in Nederland. Nuon is een grote. 80% wordt opgewekt met fossiele brandstoffen, hè? En al die Tesla-rijders, maar lekker, wow, oh, ik ben uh, Tesla, ik ben uh, voor het milieu, hoor. want mijn accu, dat heeft echt uh, etterlijke vierkante kilometers aan bos gekocht in uh, Afrika. En die zijn helemaal kapot gemaakt. En het is wel zo, ik ben dus voor kinderarbeid, want dat vind ik heel belangrijk, dat uh, kinderen dus ook uh, kansen krijgen op de arbeidsmarkt. En uh, ja, het is niet zo gezond natuurlijk in die mijnen, maar het is een begin, het is een begin van kinderarbeid, uh, waar ik dan toch helemaal achter sta, want ik ben Tesla-rijder en ik heb een fijn belastingvoordeel. Ja, dat is Elon Musk. En Elon Musk gaat ook lopen roepen dat we allemaal op moeten passen voor de transhumanisten. Ga toch weg? Computers hebben geen geheugen. Punt. He? Ik zal je een voorbeeld geven van geheugen. Ik en mijn dochter. Mijn dochter houdt van muziek. En die komt ineens in zoveel tijd. Komt ze bij me langs. En de laatste tijd hebben wij als. Uh, of ik. Vind het dan leuk om. Haar dingen te laten horen. Die ik dan ken uit ja, toen ik 20, 30 was. Uit die tijd. Hè? Toen kocht ik een partij muziek, jongen. Ik heb een hoeveelheid platen in mijn bezit gehad. Dat wil je niet weten. Er honderden. En CD's natuurlijk ook. En ik heb ook heel veel platen. die ik dan niet in bezit had. maar die kende ik dan van andere mensen. Dus. En zij kent natuurlijk een hele hoop muziek uit de jaren 80, jaren 90, want zij is een muziekliefhebber. En ze heeft Spotify en nou, dat komt allemaal goed dus. Maar ik vind het dan leuk om te komen met nog meer leukere dingen. Hè? Gewoon voor de gein. Nou, en dan had ik een plaat. En ik kon dus die hoes zo voor me zien. Maar ik wist niet meer hoe die band heette. En dat zat me toch dwars, hè? En dan was ik op mijn werk was ik bezig, zonder ik een beetje met de, de dweil te swabberen. En ik stel me dan, want dat liet me niet los, hè. Ik denk, hoe heet die ben nou, heet die band nou? En toen denk ik van, kom, ik visualiseer die hoes. Hoe zag die hoes er nou precies uit? Nou, oké, okay, die hoes had een witte rand. En in die witte rand was een foto van een man met een zonnebril... En die foto was onscherp en linksboven stond de naam... Oh, en toen zag ik het. Dwight Twilley. Kijk, dat is menselijk geheugen. Ik moest mij die hoes visualiseren en toen sprong die naam naar boven. Het menselijk geheugen, ook zo'n hele mooie is dat mensen kunnen zeggen... Ik weet het wel, het ligt op het puntje van mijn tong, maar ik kan er niet opkomen. Echt. Ik, kan, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Ik weet hoe die zanger heet. Ik kan er niet op komen. Dat, dat is het menselijk geheugen. Het menselijk geheugen is ook dat je uh, een bepaald geurtje ruikt. En in ene moet je denken aan die overleden schoonmoeder uit Schaarsbergen. Met die vakantie. En dat je zus toen gevallen is. met de step. En dat je naar de huisartsenpost moest. Alles komt in één ene terug. door een geurtje. Dat is menselijk geuren. Dat is geen. Dat staat helemaal niet gelijk aan het computergeuren. Het computergeuren is niets meer dan een flip-flop. En dan zeggen ze. ja, een computer. die kan dan uh, kunstmatig. allemaal beslissingen nemen. Dat kan een computer helemaal niet. De, een computer kan je vragen, hoeveel is drie keer vier? D dat is geen beslissing dat er dan twaalf uitkomt. Dan gaat er een programma lopen. Dan gaat er een functie lopen. En dan gaat een, uh, een deeloperator gaat op de stack. En dan gaat er een drie op de stack. En dan gaat er een vier op de stack. En dan mag je nog meer achteraan op de stack doen. En dan gaat er een enter op de stack. En dan... Twaalf. Meer niet. Het is niet dat een computer denkt. Meer maf. Computers die kunnen heel goed vertellen in een schaaksituatie. wat de beste set is. Die, die kunnen setten gaan raten. Als ik geschaakt heb, dat doe ik de laatste tijd bijna iedere dag. En. Partijen die ik verlies, alle partijen die ik verlies en sommige partijen die ik win. Maar alle partijen die ik verlies, die laat ik analyseren door de computer. En dan gaat de computer mij vertellen wat ik fout heb gedaan, waar ik geblunderd heb. En dat was vandaag ook weer, dat ik verloor een partijtje. En ik dacht, ik had eens achteraf dat ik denk, ja, ik heb ongetwijfeld, ja, dat had ik niet mogen doen. Ja, en dan ging ik net eventjes naar de analysis. Uh, Blad toe. Ik vraag die analysis op. Het was een hele andere set. Die set waarvan ik dacht dat ik die niet had mogen doen, daar was niks meer aan de hand. Dat was best een goede set. Nee, ik had er een ander punt. Ik had op, ja, dat, dat ik dacht, oh nee. Maar dat wil niet zeggen dat die computer intelligent is. Nee, dat is Stockvis 10. Dat heet het programma Stockvis. Stockfish, Engels programma, of Amerikaans. En er zit een enorme database achter. En een database is een computerboek. En wat zaten er in die database? Ja, daarin staan zo'n beetje alle bekende schaakpartijen. die ooit gedigitaliseerd zijn. Die zitten er allemaal in. En die database die wordt continu aangevuld met nieuwe partijen. Ja, dus nu is er weer een FIDE-dinges-championship bezig. In Zwitserland of zo. Nou, en er komen dan allemaal nieuwe partijen uit. Ja, en die zijn allemaal. Dat noemen ze het PGN-formaat, wordt ervan genoteerd. Dat komt trouwens tegenwoordig automatisch uit die schaakborden. Die zijn allemaal elektronisch. Dus hoeven ze niet eens meer met een, met een papiertje over te schrijven. Die data komt eruit. Je hebt de getallen naar die database. Nou, ja, en dan. Zo'n Stockfish-programma, die gaat dan mindsetten even evalueren tegen zijn eigen kennis. Dat is geen kennis, dat zijn een, een verzameling van regels. Die hebben mensen erin gezet. Want dit is een regel en dat is een regel. En, uh, ja. en die doet dan een evaluatie. En ja, dat is een evaluatie op basis van uh, heuristiek, zo heet dat. Alles wat erin gestopt is, zijn. Kennis over het schaken. En dat toegevoegd met alle bekende schaakpartijen. die in die stelling ook zijn geweest. en hoe die allemaal afgelopen zijn. En dan komt er een, een cijfer uit, een rapportcijfer. Ja, dus zo'n ding kan mij prima vertellen dat. Dat die ene set waarvan ik dacht: van, dat zal wel de slechte set geweest zijn. Dat de computer zei: van nee hoor, dat is helemaal niet zo'n slechte set. Want, want die, die kijkt in zijn database en die ziet dat. die set die is al vaker gedaan en dat liep heel vaak af in een winst. Dus, nou ja, hoezo is dat een slechte set. Eh, als Karpov er ooit mee gewonnen heeft, is dat geen slechte set. Punt. En die andere set, ja, die was bad. En dat weet ik nu ook. Ik kan me wel voor mijn kop slaan. Ja, ja op dat moment zit ik in de stress. Ik, ja. Maar die computer is niet intelligent. Intelligentie is niet. Ja. Ja, ik was vandaag op mijn werk en uh, ik was er aan het schoonmaken op de eerste verdieping. En die vrouw die schoonmaakte op de benedenverdieping, dus de, 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 ja, het is er nul. Dus, hè, we zijn begane grond, ik eerste verdieping. Van dat gebouw. En zij zei... Zij, morgens had ik er eventjes... Moesten we een beetje overleggen. En toen zei ze... Nou, ze nodigde mij zo half half uit om bij haar te komen koffie drinken. En ze zei nog... Of ga je boven koffie drinken? En toen zei ik van... Nee, ik kom wel bij jou koffie drinken. Huh? Kijk, dat is intelligentie. En waarom is dat intelligent? Nou, zij werkt... Ik, ik ben daar maandag begonnen... En ik ben vandaag uh, voor het laatst op de bovenverdieping. En volgende week kom ik daar weer, want dan is zij op vakantie. En dan moet ik naar de benedenverdieping toe. Nou, en dan ga ik dus even met haar koffie drinken. En dan kan ik even met haar kennis maken. En dan kan zij ook een beetje dit vertellen, dat vertellen. En, en er kwam ook nog wat uit. Tijdens het koffiedrinken dus, hè? Toen zei ik, oh, ja, ja. Ik zei, nou, als we dan zo dadelijk klaar zijn met de koffie... dan loop ik even mee met jou, ja? Zei ze, ja, dat is goed. Nou, toen waren we klaar met koffie drinken. En toen zijn we even naar haar washok gelopen. En liet ze mij even wat dingen zien. Dus zei ze: Nou, nu we toch bezig zijn. Zal ik je ook even dit laten zien en ook even dat laten zien? Ja, want ik moet dat volgende week van haar overnemen. En had ik dat helemaal bedacht. op het moment dat zij aan mij vroeg: van, Waar ga je koffie drinken? La 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 Nee, natuurlijk niet. Ik heb ja gezegd, omdat iemand dat aan mij vraagt. En ik denk, nou, uh, ja, iemand vraagt je wat... en het maakt mij op zich niet uit waar ik koffie drink. En het liefst dronk je dan pas koffie om een minuutje of elf. Want ik, ja, ik moet een dienst rijden van acht uur... en ik mag twee keer een kwartier koffie drinken. Dus liever ga ik na drie uur werken een kwartiertje koffie drinken... en dan na nog drie uur nog een kwartiertje koffie drinken... en dan twee uur later mag ik naar huis. Dat doe ik liever. Een kwart over tien al koffie drinken, want het was om acht uur begonnen... Dus... Eigenlijk aan de vroege kant. En ik denk, laat ik dat maar doen. Het is gewoon een aardig iemand. En het is een beetje onbeleefd om te zeggen: nee, ik wil niet meer jouw koffie drinken. Dus uit mijn, dat, is, dat noem ik intelligentie. En denk jij dat, dat robots dit kunnen? Nee, joh. Natuurlijk niet. No way. Iets als uh, cryptogrammen oplossen. Dat kunnen alleen maar mensen. Een cryptogram dat is iets als een kruiswoordraadsel. Maar een kruiswoordraadsel, dat zou een computer kunnen oplossen. Omdat je dan een beschrijving geeft van een woord. Nou, dan moet de computer uit kunnen komen. Ja, je stopt daar uh, de alle bekende woordenboeken. De dikke van vandalen en die andere en nog een andere. En al die dingen stop je er allemaal in. Nou, dan kan een computer een heel eind komen met een kruiswoordraadsel hoor. Maar een cryptogram waarbij het woord beschreven wordt, maar de connecties, dat kan echt van alles zijn. Een stad als Wageningen, dat zou kunnen beschreven worden als uh, een voertuig in een letter... En landbouwkundig onderlegd. Een voertuig in een letter en landbouwkundig onderlegd. Ja, Wageningen, natuurlijk. Huh? Wagen in G N en wat zit er in Wageningen? Ja, landbouwschool. Ja, tegenwoordig heet dat de work, maar dat kan een computer niet. Nooit, nooit niet. Daar kan ik kan, kan het niet oppassen. Een computer is niet intelligent. Het heeft bijvoorbeeld geen geheugen. Als ik iets op een stukje papier schrijf, dan staat het er morgen nog. Ja, dat is computergeheugen. Meer niet. En dan gaat Marcel Messing daar ook een beetje. Uh, in de menselijkheid. In de, oh, oh. Nou, daar doet Marcel Messing geen. daar doet, doet hij niemand een plezier mee. Hij mag zich best druk maken over het gebrek aan uh, medelijden. wat er is op deze wereld. Maar dat is er nu al. En wat ik ook niet in hem waardeer, is dat hij nog steeds blijft roepen dat Adolf Hitler een man was, een soort genie, die in zijn eentje uit het niets opstond en Joden ging vergassen. Terwijl we allemaal weten dat dat de katholieke kerk was die erachter zat. En dat mag je daar, nou, Marcel Messing heeft bewust de andere kant uitgekeken. Of hij heeft zich helemaal niet willen verdiepen in de geschiedenis. Nou, dan mag jij mij vertellen wat dan het meest kwalijke is. En ik vind dat iemand die dus heden van dagen een uitspraak doet over Adolf Hitler en de Joden... ...en dan ook nog Adolf Hitler niet bij naam noemt, maar het heeft over die Duitse man met een snorretje... En die moeten er wel bij zeggen: van ja, ik, ik heb verder helemaal niet verdiept in de geschiedenis en alles. Dus ik weet er eigenlijk niks van. Maar ik vind het wel leuk om even uh, iets grappigs te zeggen over die Duitse man met een snorretje en het vergassen van joden. Maar voor de rest doe ik niet aan literatuuronderzoek zoals Perry Winkel. Dus als je echt wil weten wat er uh, aan de hand was met Adolf Hitler. En natuurlijk gezelschap en uh, die Frans van Paapst. Dan uh, moet je maar naar Perry's uh, beschouwingen gaan luisteren. Want die kan je dan echt wat vertellen van de literatuuronderzoeken die hij heeft gedaan. Ja, precies. Ja, dan moet je de ere geven aan wie de ere toekomt. En in dit geval, als we het dan hebben over de eer. Als je het hebt over Marcel Messing aan de ene kant en Perry Winkel aan de andere kant. En het gaat over het onderwerp hoe zat de Tweede Wereldoorlog in elkaar. Ja, dan kan ik je meer vertellen dan Marcel Messing. En gefundeerd. Het is echt geen enkel probleem. Bijvoorbeeld die genocide in Kroatië. En de oorlog in Vietnam. Ja. Hoe heette de oorlog in Vietnam toen ze daar in 1955 mee begonnen? Nee, Perry, de oorlog in Vietnam was pas 1970. Ja, in de kranten ja. Hier in Europa ja. <laughs> Maar daar waren ze al lang mee bezig. Dus in 1955 zijn ze in Amerika begonnen met stampij te trappen dat er echt wat moest gebeuren in Vietnam en dat Amerika zich ermee moest bemoeien. 1955, vier jaar voordat ik geboren werd. En toen werd het genoemd Spelly's War. Een spelly, dat was de, de nickname of zo, noem je dat. Ze ja, noemden mij ook wel eens uh, Very Pinkel. Ofzo. Very Pinkel, Rinkel de Kinkel. Een ja, Spelly, dat was dan de, de nickname van kardinaal Spelman. En dan vraag ik aan jou, in welke organisatie kreeg kardinaal Spelman de titel kardinaal? Nou, oh, dat is een moeilijke vraag. <laughs> ja, de katholieke kerk natuurlijk. Alle wegen leiden naar Rome. En, en Marcel Messing, die weet daar niks van. En dat is ernstig, vind ik. Dus, uh... Ja, dus, uh, die, 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 die vrouw die vroeg aan mij, dus, wat vind je nou van Marcel Messing? Ja, ik vind het ernstig dat hij daar helemaal niks van weet. Dat vind ik ja, ernstig. En vind ik kwalijk ook. Ik vind het verwijtbare onwetendheid. Ik snap niet hoe die man dat allemaal niet kan weten. Kijk, mijn moeder die. Die weet het ook allemaal niet. Maar ja, dan moet je mijn moeder kennen. Mijn moeder is bezig met hele andere dingen in haar leven. En die zegt ook rustig van, ik wil al die dingen niet weten. Ja, maar mijn moeder gaat ook geen lezing houden bij het Studium Generale van Delft. Want daar liep meneer Messings te oreren over transhumanisme. Mijn moeder wil gewoon die dingen niet weten, die wil die kennis niet. Uh, ja. nou, als ik er dan wel over begin, zeg Ja, Perry, jij doet altijd zo moeilijk, hou je mond toch? En maar Marcel Messing, die wil er dan te boek staan als degene die van alles weet. En, ja, en dan dit. Dat is, nee, dat, dat vind ik niet. Tof, nou, dat vind ik niet koosje. Ik vind het niet zuinig, ik vind het niet netjes. Dat is wat ik ervan vind. Ja. En Marcel Messing weet dan, uh, ja, hij weet wel te vertellen dat er bedrijven zijn zoals Monsanto, en die doen dan aan, ja, belachelijke dingen. En, nou, dat vindt hij dan verschrikkelijk, ja, daar ben ik wel met hem eens. Maar als je de rol van de katholieke kerk niet centraal plaatst, hoe kunnen mensen dan zich een goed beeld vormen van wat er nou werkelijk aan de hand is in de wereld? Nee, hoe kan je nou... Neem zoiets als uh, Willem-Alexander, onze gedoodverfde koning... met die, die hele vreemde vrouw, die Maxima. Uh, Maxima, of Maxima, hoe heet ze? Die was haar vader, Sorigietta. Dat was een hoge bobo ten tijde van de Argentijnse groenta... En ten tijde van de Argentijnse groenta, dus de vuile oorlog tegen het eigen volk van Argentinië. In die tijd was Maxima, hoe oud was ze toen? Ze eind jaren zeventig, en ze is nu, weet je, toen zat ze, ja, ze was toen jong. Ik was toen, tijdens die groentatoestanden, was ik twintig, dacht ik. Dus Maxima is een stuk jonger dan ik natuurlijk. Was ze toen net geboren? Maar ze, ze weten er alles van. Wat is dat nou? Ik wil even kijken, Maxima. Surrigetia. Surrigetia. Geboren. Oh, in 71. Ja, dus ten tijde van die groente. Was zij acht of zo. Nou, als meisje van acht ga je dus niet veel weten, maar. Ja. En in die dagen was de huidige paus was hoofd van de Jezuïetenorde. Het was het kardinaal Bergoglio. En die is nou paus. Ja. En kardinaal Bergoglio, die heeft geen vinger uitgestoken. Terwijl hij hoofd was van de meest machtige organisatie ter wereld. Met de meeste poen en alles. Hij heeft geen vinger uitgestoken om iets te doen voor die burgers van Argentinië. En er zijn ook mensen van zijn eigen organisatie. Er, vond uit, nou, er zijn 105 priesters zijn er ook gechopt. Wist hij ook? Wat heeft hij gedaan voor die mensen? Helemaal niks. En ze gewoon laten vermoorden, waaronder een aantal vrouwen, nonnen. En onze Willem-Alexander gaat fijn met zijn vrouw Maxima lekker op bezoeken bij voormalige kardinaal Bergoglio. Als je dat allemaal niet op een rijke zet, hoe kan je Nederland dan begrijpen? Hoe kan je de situatie van Nederland dan in kaart brengen? Als je die hele belangrijke dingen weglaat. Als je niet eerlijk vertelt dat wij hier in Nederland. wij hadden een absoluut verbod op katholicisme. gedurende de 18e eeuw. Ja, in de tijd van de verlichting. Iedereen van. Pff, hè? wat een verlichting. Dat nee, was een hele verlichting. Ja, was katholicisme was in Nederland verboden. Nou, in 1795 was dat feest voorbij. En toen kregen de katholieken weer gelijke rechten. Ja, en nou zitten we weer diep in de ongelooflijke rotzooi. En daar heeft Marcel Messing het helemaal niet over. Het is. Dus we... En dan moet je voor mij dan, voor mij voor de rest, moet je ook niet aankomen met dingen als. Marcel Messing heeft ook in een boeddhistisch klooster gezeten. En dat vond hij dan heel opmerkelijk. En dan heeft hij ook wijsheden opgedaan. En dan denk ik, ja, waar heb je nou over? Siddhartha, het prins Siddhartha, die werd verlicht. Hè? Omdat hij erachter kwam dat. Uh, wat later in de Bijbel zou komen te staan, dat kon hij dus nog niet weten, maar dat staat dan ergens in Matthäus 6, vers 19. Maar dat, dat kon Siddar dan niet weten, maar dat Matthäus 6, hoofdstuk 6, vers 19, dat zou geschreven wat daar staat in het eerste stukje van dat vers alleen nog maar. Het is dus niet eens het tweede stukje, maar het eerste stukje. Verzamel u geen schatten op deze aarde, waar mot en roest ze zullen aantasten en dieven zullen doorgraven en stelen. Huh? Oh ja, dat is volgens mij vers 1 helemaal. Ja. Verzamel, dus, nou, dat wist Boeddha niet en Boeddha wist wel dat dat waar is. Verzamel u geen schatten op deze aarde. Dat is het boeddhisme, min niet. Huh? Ik wil niet streng overkomen. Maar het is wel zo. Maar dat is het boeddhisme, en meer niet. Het is Matthäus hoofdstuk 6, vers 19. Uh, ja, vers 19. Klaar. Dat is alles. Nou, de Bijbel is denk ik een stukje dikker dan Matthäus hoofdstuk 6, vers 19. Huh? Dat is alles van boeddhisme. En heeft Boeddha ooit gezegd, van ik zie het zo, zo heel mooi vinden dat je dan uh, grote gebouwen gaat maken. En dan moeten dan mensen moeten dan, uh, ja, slavenarbeid doen. En dan uh, moeten ze heel hard werken elke dag. En uh, dan moeten ze schoonmaken. En dat is Periwinkel in de, de gehandicaptenzorg. Maar Periwinkel krijgt er dan nog uh, wel een centje voor per uur. Ja, niet veel hoor. Maar uh, daar dus helemaal niet. Dan moet je echt schoonmaken. En dan moet je belachelijk veel schoonmaken. Dan moet je ook een gang schoonmaken die eigenlijk al helemaal schoon is. En dan moet je heel vaak doen op een dag. En dan krijg je helemaal Niks voor, uh, dat vind ik goed. Denk je dat Siddhartha dat gezegd heeft? Nee, natuurlijk niet. Dat heeft Siddhartha helemaal nooit gezegd. Wie heeft dat hele kloostergebeuren verzonnen bij de boeddhisme? Ja, drie keer raaien. Wie denk je nou zelf? Welke organisatie denk je komt er in aanmerking om een geloofssysteem over te nemen van binnenuit en dan te komen met zoiets fantastisch als een klooster? Laat ik je een beetje helpen, dat was niet de baptistische gemeente van Arnhem. Nee, dat was de katholieke kerk natuurlijk. En daar heeft dus meneer Marcel Messing fijn gezeten en daar ultieme waarheden door gekregen. Hij is ook aanhanger van Lao Tse. En dat boekje, de Tao Te Ching, dat is het boekje van Lao Tse, nou dat is een vlugschrift, dat is niet meer. Dat is een heel klein boekje. En wat is dat? Nou, dat is niets meer als de verering van Moeder Aarde. Nou, en dan vraag ik jou, welk geloofssysteem heeft een eigen gebed verzonnen buiten de Bijbel om, hoewel ze voor de rest echt beweren van de Bijbel te zijn? En dat gebed luidt, uh, Heilige Maria, Moeder van God, gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. <laughs> gezegend zijt gij onder de vrouwen. Ja, moet je even horen hoe het begint, hè? Heilige Maria, moeder van God. Eh, we hebben het over de moeder van Elohim. Eh? Bereshit bara Elohim et ha-hashemayim ve'et ha'ares was het. Weten we nog? Maar er staat Elohim. Er staat niet ima Elohim. Wat zou betekenen de moeder van God? Er staat niet ima Elohim. Er staat Elohim. En niet ima. Hoezo, uh, Ima Elohim? Hoe kom je erbij? Nou, dat staat nou precies in de Tao Te Ching ook. Dat gaat om uh, moeder aarde die vereerd moet worden, de moederverering. Ja, nou, en wie doet er nog meer aan moederverering? Ja, dat is de katholieke kerk. Dus, ik, ik heb Marcel Messing nooit horen zeggen dat hij van de katholieke kerk is, maar hij gedraagt zich wel als een katholiek. Dat hij ook helemaal is voor de Eucumene en alles samen. en dan Dat hij ook zegt: van ja, ik heb niet een geloof, maar ik ben van geloof. En dan voor alles is voor mij geloof. En ik geloof in het universum. Ja, het is net alsof ik die Jezuïete teilhart de Chardin hoor spreken. En teilhart de Chardin was niet alleen een Jezuïet, het was ook een oplichter. Die beweerde dat hij de, de schakel had gevonden tussen de aap en de mens. Met de, de Huppeltje pup uh, Man. Uh, dat, de, dat was later allemaal uitgekomen. Dat was, een Jezuïte, en, dat was weer eens een Jezuïte die de boel besoden had. Het de Chardin. Die komt ook met die universele lulkoek. Net als Marcel Messing. En dan wil ik niet zeggen dat dat, 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 dat kwade opzet is van Marcel Messing. Uh, maar, maar het zou kunnen, natuurlijk. In elk geval weet ik zeker dat hij uh, niet stilstaat bij de rol van de katholieke kerk en ook zijn woorden niet vrijmaakt van jezuïtische lulkoek. Punt. En ons wel angst probeert aan te praten voor medogeloze transhumanisten, en uh, liegt over uh, de, uh, de ware aard van Adolf Hitler. Want Adolf Hitler was een onbeduidend kereltje wat geselecteerd is. En het hele gedachtegoed van Adolf Hitler, dat was van tevoren al helemaal klaar. Net zoals ze dat gedaan hadden met Mohammed. God zegen zij op hem. Je weet wel, niet Mohammed van de Snackbar, maar Mohammed de profeet. Dat het hele werk was al helemaal klaar voordat die gabber ten toneel kwam. Daar zijn ze in het jaar 300 mee begonnen. En wie waren dat? Ja, de katholieken. Dit zegt althans Alberto Rivera. Ribera. En die kan je niet meer vragen naar hoe het precies zat, want de man is onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Ik kan je wel vertellen dat Alberto Rivera, voordat hij dat vertelde, was hij lid van de Jezuïte orde. En dit was een van de redenen dat hij uit die orde is gestapt, uit de school is geklapt. Hij heeft een lieve vrouw gevonden. Hij is ook gestopt met een celibaat. Wat een absoluut uh, belachelijk idee is van de katholieke kerk. Ja, daar hoor je dus Marcel Messing niet over. En dat is een uh, mooie gemiste kans, wat mij betreft. Maar ja. In 2017 was die man 70, dus hij is nu. 73, 74, nou, mijn moeder is 78, dus nou ja, stelt dat hij minimaal net zo output als mijn moeder. Dan heeft hij nog een aantal jaren om zich te verdiepen in mijn uh, prachtige YouTube-kanaal. En als hij mij uh, een, een berichtje stuurt, uh, en, nou, je kan gewoon reageren op uh, mijn dingen, hij kan hierop reageren en dan zal ik hem zo een aantal dingen geven. Voor de geschiedenis van Adolf Hitler. en ook de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. verwijs ik hem naar het kanaal van. Jurk, Jurk Liesman. Die heeft er heel veel over gedingest. Uh, de rol van de katholieken in de Amerikaanse politiek. daarvoor verwijs ik hem naar alles van. hoe heet hij? Um, van First Amendment Radio, Tom Fraz. Tom Fresh en, en nog wat andere dingen. Ik geef hem wel echt een... Natuurlijk doe ik dat. En dat kost Marcel Messing nou, twee weken doorlooptijd en dan zes uur per dag. Dan is hij helemaal bij. Hij mag ook, ik, ik, ik kan hem ook... Zelf kan ik hem een aantal van mijn eigen beschouwingen en nieuwsberichten geven. En dan kan hij zich even bijspijkeren. En ik heb al een hele beschouwing gehouden over kunstmatige intelligentie. Dat had onzin is. Ik heb dat hopelijk net goed uitgelegd... dat computergeheugen niet bestaat. Dat is een frase. Meer niet. Oh, mijn computer heeft werkgeheugen... en opslaggeheugen. Dat gaat weg. Dat noemen ze geheugen. Maar dat is het niet. En een computer kan ook geen beslissingen nemen. Ik kan beslissingen nemen. Zo'n vrouw die tegen mij zegt... Even, uh, wij drinken hier om kwart over tien koffie. En uh, kom je beneden koffie drinken? Die mij uitnodigt. Dan mag ik beslissen wat ik doe. En mijn beslissing die ik genomen heb, die was goed. Want toen hoorde ik ook iets. Ik zei: Oh ja, ze waren ook. Kan jij mij eventjes vertellen van zo en zo? Snap je? Ik had ook vandaag dat ik. Ik heb dan al die appartementen die ik moet schoonmaken. En ik moet overal moet ik sanitair doen. En dan bij een aantal, die worden er dan uitgelicht. Dat hangt af van de dag van de week. En die moeten dan extra krijgen. Nou, daar heb ik keurig een lijstje van. En de extras, die krijgen natuurlijk van mij extra. Huh? Nou, en. Dan heb ik er ook bij zitten en daar hoef ik dus niet extra te doen. Maar dan kom ik op zo'n appartement en dan zie ik toch een aantal dingen. En dan denk ik van gompie. En dan kijk ik op mijn klok en dan denk ik: moa, eh, die pak ik wel even bij. Ja. Doet een computer dat? Nee, natuurlijk niet. Dat staat niet, echt niet in mijn werkvoorschrift. In mijn werkvoorschrift staat daar op nummer 18: doe je sanitair. That's it. Bij de rest staat geen kruisje. Er staat niet zoiets, uh, een heel lang verhaal... van als je dit en als je dat, dan moet je toch maar die andere dingen doen. Nee. Nee, dat beoordeel ik. Ik was ook op een andere plek en dan moest ik was opvouwen. En er werd er tegen mij gezegd van ja, denk er even om van die en die... Uh, die heeft een hele berg nieuwe kleren en die, daar zitten geen merkjes in van die persoon. Maar het gaat dus om mannenkleren en dan een vrij grote maat en die zijn allemaal van hem. Dus als het relatief nieuw is en het is mannenkledij en het is een vrij grote maat, ja, leg die maar op één stapel, want dat is allemaal van hem. Denk je dat een computer dat kan? Snap je? Dat kan een computer niet. Dat is een veel te vage aanduiding. En een computer kan al helemaal geen was opvouwen. Kan een robot dat? Nee, natuurlijk niet, man. Dus artificiële intelligentie bestaat niet. En als het wel bestaat, dan lopen ze godsgruwelijk achter op de planning. En dan echt heel erg achter op de planning. Een computer kan bijvoorbeeld geen toilet schoonmaken. Echt niet. Gaat er weg. En daarom moet Marcel Messing ook niet zo uh, angstjagerij, uh, angsthazerij lopen doen over de komst van een inhumane, artificiële cyborgmens. Terwijl de artificiële cyborgmens, als je het erover hebt, en dat dat een hele inhumane, meedogenloze mens is. Ja, ga eens op bezoek bij uh, kardinaal Bergoglio. En vraag hem eens naar die genocide, moordpartijen, slagpartijen die zich hebben afgespeeld onder zijn voorganger in Kroatië. En wat hij ervan vindt dat zijn organisatie weigert om schuld te bekennen. En daar ontmoet je meneer meedogenloosheid. En de rest is bijzaak. Dat wou ik even gezegd hebben over Marcel Messing. Ik hoop dat ik een beetje streng overkom en kwam. En ik sta open om Marcel Messing les te geven. Heus. En dan ben ik niet z'n meerdere alleen op dat moment. En als mens zijn wij gelijk. Want oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld wordt. En op zijn hamburg. Tjus en dag lieverds.